Ik had ooit het plan om eens de Lek op te zeilen, maar daar zie ik het niet meer van komen. Maar er is genoeg moois te zien en daarom 3 video's over de Lek, maar dan vanaf de kant en vanaf de veerbootjes die hier varen. Ik vul daarbij eerder gemaakte beelden aan met nieuwe. De Lek loopt vanaf Krimpen aan de Lek tot vlak na de molen van Wijk bij Duurstede. Dat is namelijk de plek waar de Oude Rijn ooit werd afgedamd en het vervolg van de Rijn Lek ging heten. Dit deel 1 gaat over het deel van de Lek tussen Krimpen aan de Lek en Nieuwpoort. Ik begin bij de kruising met de Noord. Op de hoek staat de woning van één lid van de familie Smit, waarvan de verschillende leden elkaar destijds fel beconcurreerden. Eén werf bevond zich in Kinderdijk aan de Noord en die is nu van de IRC. De zeesleper Elbe, die ik eerder liet zien, is bij deze werf gebouwd. Vanaf Ridderkerk vaart een pontje naar Krimpen aan de Lek en Kinderdijk en dat zie je hier aankomen. In Krimpen aan de Lek staan deze herenhuizen met uitzicht. Dan komen we bij de veerstoep van het autoveer dat naar Kinderdijk vaart. Hier blijkt dat er niet alleen herenhuizen met uitzicht hebben bestaan. Vanaf de pont zien we het fiets- en voetveer waarmee we zijn begonnen, met op de achtergrond het terrein van de scheepswerf van Smit, waarvan alleen de lichtgekleurde directeurswoning nog bestaat. Op deze werf werd ooit het destijds grootste in Nederland gebouwde zeilschip gebouwd. Dan via deze woning terug naar de aanlegplaats van het fiets- en voetveer, waar voormalig binnenvaartschipper Freek de trossen losgooit voor de overtocht naar de molens van Kinderdijk. Achter de dijk zie je het voormalige waardhuis waar de besturen van de waterschappen van de Over- en Nederwaard vergaderden. Dan naar de molens. Eén van de molens heb ik bezocht. Hier zie je de overbrenging van de draaiende wieken naar het scheprad.
Vanuit de molen zie je de watertoren van Krimp aan de Lek uit 1909. Terug bij de molens kijk ik nog even bij het stoomgemaal uit 1868 en het huidige dieselgemaal uit 1972 met de gigantische vijzels die per vijzel 530 kubieke meter per minuut kunnen oppompen. Dan op de fiets verder richting Nieuw-Lekland. Hier vaart een fiets en voetveer naar Lekkerkerk. En ik vaar mee met Andrea en Peter. Lekkerkerk heeft een voor Nederland uniek waterfront. In Nieuw-Lekkerland staat deze watertoren uit 1915. Hij is omgebouwd tot fraaie woningen voor twee gezinnen. Het ontwerp heeft de Watertorenprijs 2020 gekregen. Deze grote jachthaven ligt in Steefkerk. Toen ik er was, passeerde dit binnenvaartschip met de naam van mijn thuiswater. Bij Steefkerk kan ik je ook een tientweg laten zien en die zijn typisch voor dit gebied met veenontginningen. De meningen over de achtergrond van de naam van deze tientweg zijn verdeeld. Het zou bijvoorbeeld kunnen te maken hebben met het ophalen van tienden en dat was een soort belasting. In de knotwilgen nestelen bijvoorbeeld winterkoninkjes. Ook deze futen en de meerkoet, die blijkbaar geen problemen hebben met hun vlak naast elkaar gelegen nesten, voelen zich hier thuis. Dan weer verder langs deze molen op de Lekdijk. Op de achtergrond zie je de watertoren van Bergambacht uit 1937 met die mooie groene koperen koepel. Hij is omgebouwd tot woningen. We komen vervolgens langs het inlaatpunt voor het water dat geïnfiltreerd wordt in de duinen bij De Haag. Verderop vaart het pontje naar Bergambacht.
Aan de overkant ligt Amstel. Vanaf dat steigertje vaart zomers op zon- en feestdagen een heel klein pontje naar Grootammers. Dan verder richting Schoonhoven. Bij het Liesveld was ooit een ooievaarsdorp dat nu niet meer nodig is omdat het inmiddels goed gaat met de ooievaars. Er zijn nog wel wat nesten. In Schoonhoven nodigde Erik mij uit voor een rondleiding op een van zijn veerboten. Dit is de AIS waarop je de andere schepen kunt herkennen. De motorruimte is opvallend schoon. De veerboot heeft draaibare schroeven, zogenaamde thrusters. Dit paneel laat zien hoe ze gedraaid zijn. En dit is de thruster. Hier zie je Hotel Belvedere met opvallende platanen. Op de achtergrond de prachtige watertoren uit 1901, waar nu een bed en breakfast in zit. Ik ga onder de veerpoort door om wat rond te kijken in Schoonhoven. Wie Schoonhoven zegt, zegt Silversmede en dat zie je terug. In deze oude kazerne zit het Zilvermuseum. Natuurlijk is er ook een mooi stadhuis, een kerk met een opvallende spits, en een waag. Dan terug naar de rivier, waar ik weer met de pont naar de overkant ga. Als ik aan de overkant ben, ga ik op weg naar Nieuwpoort. Bij binnenkomst kom je langs deze loods waar aken werden gebouwd. Verderop staat deze waterschuur die destijds onderdak bood voor mensenvee uit de Alblasser Waard na een watersnood. Zo'n watersnood kwam blijkbaar regelmatig voor, want in de Alblasser Waard hadden sommige boerderijen een zogenaamde vloeddeur. Nieuwpoort is echt een prachtig stadje met een bewaard gebleven vesting.
Natuurlijk is er een mooi stadhuis. En een arsenaal. Bij de rivier staat dit voormalige veerhuis. En er is een jachthaventje. Ik eindig met dit plaatje dat ik maakte toen ik via de Alblasserwaard terugreed naar huis.